huis heb ik een geheime girls room gemaakt. Deze sobere kamer heb ik helemaal omgetoverd tot deze kamer. Geef deze kamer een score op 10. Bij 15.000 likes zou ik 24 uur overleven in mijn girls room. En dat hebben we gehaald. Dus let's go! Is het in orde? Ja. Zeker? Ja. Ga je later kapster worden? Nee. Nee? Oh. Duxie. Nee. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Anna. En zoals jullie weten, heeft Celine in ons huis een girls room gemaakt. Ja. Redelijk geheim ook, want ik kon ze niet vinden. Pas na 10 minuten, denk ik, heb ik de girls room gevonden. Vandaag is Ella hier ook. Ja. Jij hebt de video al gezien, dus je weet al waar de girls room is. Ja. En in die video hebben wij met jullie afgesproken. Bij 15.000 likes zou Celine 24 uur lang overleven in haar girls room. En dat heeft ze gehaald. Ja. Dankjewel. Dus vandaag is het tijd. Jij gaat 24 uur overleven in jouw girls room. Hoe ga jij daar 24 uur overleven? Ja, ik heb niet veel plaats nodig. Ik heb al een tv, dus gewoon veel tv kijken, eten, vroeg gaan slapen. Ja, komt al goed hoor. Ga je 24 uur lang Celine en Michiel kijken op YouTube? Ja. Kan hè. Je hebt alleszins hulp vandaag van Ella. Yes. En met jullie twee wordt het wel gezellig. En ik ben natuurlijk ook in huis. Dus ik kan er wel voor zorgen dat jullie genoeg eten en drinken hebben. Dankjewel. Ook als er iets is, moet je mij maar bellen en dan kom ik. Luxe! Graag gedaan. We willen graag pizza voor vanavond. We willen graag een beetje popcorn erbij. We willen vandaag een beetje luxe in de kamer. Ja. Oh, ik ben wel luxe, denk ik. Kaaskroket met bitterballen. Wauw. Ella is wel echt aan het groeien. Oh, oh damn, op haar dubbel. Wow, damn. Ik kan jou bijna mijn kleintje noemen. Oh, flinke baby. Jij bent zo'n flinke baby, hè. Ben je ook aan het groeien, Trixie? Maar genoeg gepraat, het is tijd om in de girls room te gaan. Yes, let's go. Doei. 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 Abonnee van de week. Waarvoor Celine in haar girls room gaat voor 24 uur, hebben we natuurlijk de abonnee van de week. Jullie hebben massaal gereageerd met ballon. Het woord van de week. Celine gaat 3 maal gooien. En de 3 mensen die Celine raakt, worden deze week de abonnees van deze week. De eerste abonnee van de week. Oh. Diana van de Putten. De tweede abonnee van de week. Oh, Jorre Aerts. En de derde abonnee van de week. Wow. Oh, Feline Paard. Proficiat aan de 3 winnaars van deze week. Wil jij volgende week abonnee van de week worden? Wat moet je doen? 1. Abonneer op ons YouTube kanaal. 3, 2, 1. Gedaan. 2. Like deze video. 3, 2, 1. Goed gedaan. En 3. Reageer kiwi. 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 Oké. Okay. Kiwi is het woord van deze week. Succes iedereen. En nu ga ik in mijn girls room. Hier achter mij zien jullie dus een grote kast. En in deze kast zit mijn girls room. Oh, spannend hoor. En Ella, we weten totaal niet welke deur naar de girls room leidt. Ja, misschien deze. Welkom in de magische rondtour. Kamer van Celine. Wauw, wauw, wauw. Oh, en daar is Celine, haar geheime girls room. Haar maar in. Wacht, zijn jullie allebei naar het toilet geweest? Nee. Ja. Je mag tijdens de 24 uur 2 maal naar buiten om naar het toilet te gaan. 2 keer, oké, okay, dat is goed. 2 keer 5 minuten. 2 keer 5 minuten, voilà. Okay. Ella zit dus momenteel in de girls room van Celine. En voor de mensen die het nog niet zouden gezien hebben, we hebben dus de like en abonneer. Plaat of zoiets. Hoe zeg je dat? Een whiteboard. Een whiteboard is het. Goed geëngelst. Goed geëngelst, dankjewel. We hebben hier dus een plant, hier dus een bordje met girls only in een vuilbak, inderdaad. We hebben nog een aantal foto's toegevoegd. We hebben daar ook een ananas toegevoegd met wat lampjes. Ja, die is mooi, hè. Hier hebben we ook nog een leuke poster toegevoegd. En daar is Ella. Oh, wat is er? Oh, heb je al honger? Je moet niet als Celine haar eten opeten, hè. Ze moet hier 24 uur blijven. Satisfying. En daar in de spiegel zien jullie het misschien al, want hier hebben we nog een semi-map aan de muur gehangen. Dat is pas cool, toch? Wauw. En daar gaat Celine. Voilà. Wauw, echt gezellig, hè? Ja, het is echt wel gezellig. Je hebt het wel superleuk gemaakt. Dank je. Nu ben ik weer een kleintje. Ja, nu ben je weer een kleintje. Ella, toon eens de verschillende kleurtjes die je hebt. We gaan eerst voor oranje. Oranje? Oh. 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 Ja, dat is ook wel gezellig. Maar nu gaan we voor groen. Oh, wauw. Wow. We gaan voor bleu. In Frans en al. Oh, is dat bleu?
Ja. Oh. Oh. Wow. Sfeer. Wow. Oeh, disco. Oh. Oh. Ik ga nu eens voor de lievelingskleur van Celine en dat is rood. Klopt. Wauw. En nu gaan we eens voor paars. Wauw, ja, dat is paars. Mooi. Veel succes jullie allebei. Ella, thanks. Jij let op Celine dat ze de girls room niet verlaat. En zoals gezegd, als jullie iets moeten hebben, kunnen jullie altijd roepen of mij bellen. Oké. Okay. Geen... Oh, mijn gsm. Ja, oh, je gsm. Geen... Ja. Ik heb geen telefoon hoor. Ah, oké, okay, ik kom nog een gsm brengen. Dank je. En jouw gsm ook nog, alsjeblieft. Bedankt. Alsjeblieft. Zo, Michiel is weg. Ella en ik zitten hier helemaal alleen. En weet je, Ella, ik wil een leuk weetje vertellen naar jou. Oh, weet je, Ella, weet je. Ja, luister gewoon. Deze foto is de allereerste foto die ik met Michiel heb getrokken. Oh. Echt de allereerste. Hier lijk je echt een klein kind. Ja, ik was een beetje klein. Op welk voetbalveld was dat? In Oostende. Ik weet nog, ik was echt super beschaamd. Heb je ook een foto van je eerste kus? Nee. Momenteel zitten Celine en Ella in de girls room en ik weet dat Ella super graag dit heeft. Ik ga het nog niet te luid opzeggen, want misschien kunnen ze mij horen. En ik ben wel benieuwd naar haar reactie als ik dit ga brengen. En ondertussen zijn Ella en ik naar de video aan het kijken van ons toen we samen in de box zaten. Dat die was echt leuk. Ja, dat ja. Was, ik vond het echt de leukste video dat we hebben gezien. Ja, ik vond die ook echt leuk. Dat was echt kijk grappig. Eens wat je daar ziet in de video. Dit is wel super toevallig. Popcorn. Ella. Oh, damn. Maar Ella, hier mag je je popcorn niet over jezelf gieten. Anders is mijn girls room helemaal vuil. Smakelijk. Hey. Dank je, hè. Ik vind het hier wel super gezellig met jou, Ella. Dank je, hoor. Echt leuk. Oh, dank je. Je moet je popcorn in de lucht gooien en opvangen met je mond. Maar ik kan dat niet. Kan je? Jawel. Oh, oh. Oké, okay, probeer het nog eens. Nog eens. Ja. Nog eens. Blijven proberen. Oh, ja. Ja. Die is weg. Pak een nieuwe. Als je ooit een popcornje vindt, denk aan mij. Ja, zeker. Oh, bijna. Oh, bijna. Wauw. Ja, oh. Bijna. Ja, oh. Oh. Allee, zo dichtbij. Ja, yes. Michiel, je moet stil zijn. Oké, okay, nu gaat Ella voor mij smijten. Doe maar. Ben je klaar? Ja. Oh. Wauw. Nog eens. Tweede poging. Nou. Wat is dit? Oh, bijna. 3 hours later. Oh, mama, hoe smet je ook? Ja, jij mag jezelf gooien. Oké, okay, voor mezelf in 3, 2, 1. Zo, gewoon net zeggen, wie weet kan je het uit zelf doen. 3, 2, 1. Ja! De video staat op pauze, maar kijk jouw gezicht. Wanneer ik geen popcorn krijg. Ja, wanneer Ella geen popcorn krijgt. En wanneer ze wel popcorn krijgt. Mooi hoor. Echt mooi. Ik geef een score op 10 voor Ella haar gezicht. Ik geef een 10 op 10. Ja, ik geef je ook wel een 10 op 10. Die ziet er altijd goed uit. Oh. De Ella move. Oké. Okay. Ik moet naar het toilet. Maar ik mag wel zoveel naar het toilet gaan als ik wil. Ja, klopt. Ga maar. Moet ik wachten voor de video verder te kijken? Ja. Oké. Okay. Oh. Ella kan er niet genoeg van krijgen. Hij mist niet. Hij popcorn. Ondertussen is Ella dus naar het toilet, maar ze is al meer dan 5 minuten weg. En ik stel me vragen, dus ik ga eens roepen. Ella! Ella! Misschien moet ik Michiel even bellen. Hallo! Zitten jullie in de tuin? We zijn aan het wandelen met Rixie, maar we moesten stoppen, want het is super hard naar het regen. Kijk achter ons, zie je dat? Oh my god, ik zie het een beetje, maar de verbinding is niet zo goed. Oh, ik zie het niet zo goed, maar... Rixie vindt het wel leuk, de regen. Oh, dat is goed. De verbinding is niet zo goed, maar jullie zijn dus plots vertrokken. Waarom? Rixie wilde gaan wandelen, dus wij dachten we gaan wandelen, hè. En jullie zeggen niet eens dada. Kijk, wat het regent. En Rixie daar aan het spelen in de regen, dus ik echt gaaf. De beelden blokkeren een beetje. Oh, Ella zegt Rixie. Ella, kom terug. Wat gebeurt er allemaal? Maar kort samengevat, Michiel en Ella zijn gewoon gaan wandelen met Trixie en het is super hard aan het regenen. Ja, dan ga ik de YouTube-video ook gewoon stopzetten en ga ik iets eten, denk ik. Ik heb even de camera op statief gezet en Michiel belt mij terug, dus ik ga even opnemen. Oh, jullie
Jullie zijn helemaal nat. 3, 2, 1, 0. Wat? Anna is helemaal gek van de storm. Oh, is het nog steeds aan het regenen? Nee, nu is het goed, maar mijn kuifje is blond. Oh, je hebt geen kuifje meer. Kijk, Trix, die vindt het wel leuk hoor. Oh. Ga je wat van maken? Oh, ja, ik ben ook al super nat. Nee, nee, dan moet je een show aan. Maar ik heb wel dorst gekregen. Had je dorst? Ja, ik heb dorst, maar is mijn... Oasis. Je veux oasis, s'il vous plaît. Oké, okay, maar misschien als ik mijn douche uitspreek boven jou, dan ga je wel genoeg water hebben. Nee, eeuw. Nee, bedankt. Nog een goede wandeling allebei. Alle drie. Doei. Oh, wauw, mooi beeld dit. Doei. Doei. Het was wel hard aan het trainen. Ik heb wel medelijden met hun. Maar het komt ervan, geen tada zijn. Ondertussen heb ik ook echt honger gekregen, dus ik denk dat ik een beetje M&M's ga eten. Welke kleur is trouwens jullie favoriet? Je hebt echt alle kleuren. Mijn favoriet is bruin. Hallo? Hallo? Dit is echt eng. Hallo? Ah, hij is hier. Ah, je bent helemaal nat. Oh, maar je bent terug. Ik ben blij hoor. Ondertussen is Michiel ook aan het filmen. En Ella is weg zoals jullie zien, want ze heeft school. Ja, Ella heeft school. Ja, dus ik zit hier weer helemaal alleen. Veel succes. Maar ik heb wel dorst, en dankjewel. Ik zal je een beetje drinken brengen. Dank je. Ik heb beloofd aan Celine dat ik eens lekkers ging klaarmaken. En kijk, ik heb balletjes in tomatensaus met sla. Maar ik moet wel eerlijk zijn, mijn mama heeft het eigenlijk gemaakt. En ik moest alleen nog maar de balletjes opwarmen. De sla, die is koud, dus die was al helemaal klaar. Maar... ik heb wel nog kroketten gemaakt. En die kroketten ga ik nu, als alles goed is, huppa. Wauw, toevoegen. Kijk eens. Alsjeblieft. Oh, wauw. Ziet er goed uit, toch? Ja, ik had echt zo'n pizza verwacht of zo. Maar dit is veel beter. Alsjeblieft. Dankjewel. Drinken breng ik zo dadelijk. Maar kijk, ik heb nog een beetje afgewerkt aan de girls' room. Want ik vond het plafond wel een beetje droog. En nu is het ook bedekt met lichtjes. Ja, en nu vind ik het wel echt... cool. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Wacht, ik zal het hergooien. Voilà. Dank je. Alsjeblieft, doe maar dicht. Gaan we niet samen eten? Ja, ik kom erbij zitten. We gaan samen eten. Yes. Nu gaan wij gezellig samen eten. Yes. In de girls' room. Yeah. Iedereen is eigenlijk wel toegelaten, toch? Ja, sowieso. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Daar staat wel girls only, maar dat steekt niet zo nauw, toch? Stiekem is iedereen welkom. Ja, voilà. Ondertussen is onze maaltijd op. Michiel is alles gaan opruimen. Ik heb een trui aan, want ik heb het wel een beetje koud. En ik heb bezoek, namelijk Trixie. Oh ja, ben je hier weer, Trixie? En Michiel is er ook weer bij. Ik wil een andere kleur. Oh, oké. Okay. Ik ga mijn trui weer uit doen, want aan mijn hoofd. Oh, oh nee, dat is iets te fel. Ik heb veel te warm gekregen, maar joh. Oh, dat is wel cool. Oh, damn. Disco. Party. Wat ben jij er allemaal aan het doen? Oh ja, die is wel leuk. Dat is gelukt. Oh, disco. Misschien moet je je poef weghalen en dan kan je hier één groot bed van maken. Dat was ik al van plan. Oh, oké. Okay. Oh. Twee kussen. Oh, wow, twee kussen. Drie kussen. Oh, drie kussen. Een deken. Een deken. Jouw pyjama. Oh, wow, ik heb zelf... wauw, dank. En een groot. Wow. En je gaat ook jouw pyjama aandoen, dus we gaan even weg. Daar ligt ze. Lig je zo goed? Ja, toch wel. Ik denk dat ik echt goed ga slapen. Ja, ik denk het ook. Maar ik moet eerst nog naar het toilet. Moet je nog naar het toilet? Ja. Oké, dat zijn jouw eerste 5 minuten dan. Misschien moeten we deze lavalamp ook eens bij Celine gaan zetten. Die is wel echt nice. Oh, wat heb je gedaan? Geschud. Heb je geschud? Ja. Mag je schudden aan een lavalamp? Ik weet niet. Oh, het ziet er wel cool uit alleszins. Ja, het is echt nice. Check. Wauw, je kan de hele tijd kijken naar je lavalamp. Mm-hmm. Oh. Hij is losgekomen. Ja, en hij zit nu minion. Maar nu is het wel tijd geworden om te gaan slapen. Ja. Dus. Samen slapen zal dus helaas niet lukken. Kijk, want er is echt gewoon geen plaats. Maar we zijn wel heel dicht bij elkaar. Ja, dat is waar. Tot morgen. Doei. Slaap wel. Slaap wel. Slaap maar, slaper. Oh. Ondertussen lig ik ook in ons bed. Het voelt wel een beetje raar zo zonder Celine, maar langs de andere kant, ik probeer steeds alles positief te bekijken. Ik heb wel het volledige bed voor mij alleen, dus eindelijk heb ik met mijn 2 meter en 10 genoeg plaats in het bed. 2 hours later.
Ik heb echt... Oh, ik kan echt niet meer goed praten, maar mijn been jeukt niet normaal. En ik weet het niet. Ik denk dat er hier echt een spin zit. Kijk, hier ben ik gebeten door een spin. En het jeukt echt niet normaal. Goedemorgen iedereen, ik ben wel nog super moe. Ik sta ondertussen wel al buiten, want ik ga nu lekker eten. Maar natuurlijk, voor ik ga eten, gaan we eerst eens kijken naar Celine, hoe het daar gelopen is in de nacht. Waar is Celine? Daar is ze. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed? Ja, met jou? Ja, heb je goed geslapen? Eigenlijk wel. Maar je hebt mij niet geroepen s'nachts. Nee, nee, ik was... Even aan het twijfelen, want toen dacht ik, ja, voor een spin ga ik echt niet roepen. Oké, maar je hebt wel spinnen beten. Ja, dat wel. Ik denk 3 of zo in totaal. 2 boterhammen met choco. Oh, wauw. Framboosjes. Wow. En een smoothie. Kijk eens aan. Dank je wel. Echt super lief. We hebben net een lekker ontbeten met ons twee. En nu is het tijd om een filmpje te kijken, denk ik. Ja, ik denk het ook. En ik zal hier even blijven kunnen samen naar een film kijken. Oh ja, dat is wel gezellig. Let's go. De film zit erop. En nu is het tijd om Celine uit haar girls room te halen. En ik ben wel heel fier op haar, want ze heeft de challenge gewoon voltooid. Yes, je hebt het gehaald. Yes! Goed gedaan. I did it. Yes, you did it. Oké. Okay. Oh, ik ga niet meer bewegen. Geef eens een score op 10. Hoe was het hier? Toch een 8. 8 op 10? Ja. Ja, het is hier wel heel gezellig. Oh, zo fel licht hier. Ja, hier is het veel feller dan daar binnen, hè. Damn, wauw. Wel goed gedaan. Oh, dank je. Nu wil ik me wel douchen. We moeten nog een beetje opruimen van gisterenavond, zoals jullie kunnen zien. Maar wel super goed gedaan. Dank je. Ja, ik wil jou ook bedanken, want zonder jouw hulp was het niet mogelijk, denk ik. Nee, ik heb je wel goed geholpen. Ja, klopt. Dank je wel. Ja, ik heb mijn best gedaan. Maar je hebt het wel zelf gedaan. Ella, ook bedankt om ze niet te helpen. Ja, want ze is wel een lange tijd bij jou. Ja, dat is wel lief. Dat moest ze wel naar school. Dus hopelijk vonden jullie dit een superleuke video. Yes. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren op ons YouTube-kanaal. En laat zeker ook weten in de reacties wat we nog kunnen bouwen. In ons huis, of onder ons huis, of boven ons huis, of ergens anders. Wat kunnen we bouwen? Yeah. Laat het weten in de reacties. Al jullie ideeën zijn welkom en wij zien jullie in de volgende video. Peace!